Christiaan Huygens College ontruimt na gaslek. Nieuw beeldmerk voor Philips. En Eindhovense politiek wil geen supermarkt aan de Aalsterweg. Op het Christiaan Huygens College is vanmiddag een schadelijke stof kaliumpermanganaat vrijgekomen. Een docent was het lokaal aan het schoonmaken toen de chemische reactie ontstond. 7 andere docenten zijn daarna ook in aanraking gekomen met de stof. Net voor 2:30 kreeg de brandweer hier een melding van. Nou, in dit geval was het in ieder geval een stof die ook echt klachten veroorzaakte bij 3 personen. En dat betekent dat de brandweer die mensen gaat ontsmetten. En die ontsmetting houdt in dat mensen onder de douche gezet worden, met water en zeep afgespoeld worden, ontkleed worden, door de brandweer voorzien worden van kleding en dan vervolgens het medische circuit ingaan. De stof kaliumpermanganaat wordt in de medische wereld gebruikt als ontsmettingsmiddel. De hele school is na het vrijkomen van de stof ontruimd. Alle leerlingen werden opgevangen in de sporthal. Niet zo heel veel paniek, maar uiteraard zijn er wel mensen die gaan schreeuwen. Ja. Ik heb niks tegen doen. De leerkrachten werden door het medisch personeel van de ambulances behandeld. Het is niet bekend of ze ook daadwerkelijk naar het ziekenhuis moesten.